Maar ik wil ook geen Teflon-burgemeester zijn. We zijn hier vandaag bij het prachtige gemeentehuis van Zundert. En we hebben een afspraak met burgemeester Vermu. De prachtige klassieke gevel. Ik ben benieuwd wat we binnen gaan zien. Goedemiddag. We hebben een afspraak met burgemeester Vermu. Ja, neemt die plaats, dan ga ik raken. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom, sowieso. Hallo. Welkom, Greet. Mag ik Joyce zeggen vandaag? Graag. Ja, mag ik Greet zeggen? Ja, tuurlijk, tuurlijk, tuurlijk. Van harte welkom. Wat hebben jullie een prachtig gemeentehuis. Ja, dat is onze trots wel. Hè? Twee jaar geleden volledig gerenoveerd, maar wel echt met een eigen tijdse uitstraling. Och, wat leuk. Ja, echt hartstikke leuk. En is jouw kamer ook zo mooi? Mogen we zeker, ja. Kom maar mee. Ja, oké. Okay. Ja. Verder. God, wat een lichte kamer, Joyce. Ja, lekker. Ja. Ja, een hele frisse, lichte kamer is ook fijn natuurlijk om bezoeken te ontvangen. Maar ook past wel bij de huidige tijd. En toch de klassieke elementen ook wel hier in de kamer behouden. Zeker, heel mooi. Ja, want ik begreep dat jij nu niet meer de jongste burgemeester bent van Nederland. Op twee na. Op twee na? Ja, ja. Okay. Dus zijn een jongere heer, als burgemeester en dame, inderdaad de afgelopen 2-3 jaar ook gestart. En dat is alleen maar goed natuurlijk. Ja, want hoe lang zit jij nu hier in Zundert? 3 jaar. 3 jaar? Ja. En bevalt het? Ontzettend, ja. Leuke gemeente. Het is een geweldige gemeente. Het is echt ons thuis geworden. Hier echt mijn draai gevonden. En mooier kan je het niet hebben dan in Zundert, zeg ik altijd. Nee. En ik begreep dat jullie ook twee hele mooie schilderijen hebben van Maxima en Willem. Ja. Ja, door een Zundertse kunstenares gemaakt samen. Prachtig. Met de raad hebben we daartoe opdracht gegeven. En ze heeft eigenlijk op een hele mooie manier invulling gegeven aan een aantal Zundertse elementen, zoals de boomkwekerij, de dahlia's, die ook weer terugkomen in het kunstwerk. Ja, en mogen we dat zien? Zeker. Oh, ja, leuk. Dan gaan we heel even kijken. Heel leuk, ja. Ik word door Joyce meegenomen naar de grote raadzaal, waar we even stoorzender zijn voor de vergadering die er op dat moment plaatsvindt. Goedemiddag allemaal. Wat zijn ze hier aan het doen, Joyce? Ja, dit zijn onze programmacoördinatoren, programmamanagers, die met elkaar samen met onze directie aan de slag zijn om de ontwikkeling van onze organisatie, maar vooral ook wat wij doen voor de Zundertse inwoners met elkaar te bespreken. En Zundert heeft de afgelopen jaren een geweldige ontwikkeling doorgemaakt. Echt over de domeinen en onderwerpen heen kijken van wat is nou de behoefte van onze inwoners, onze ondernemers. Ja, maar bij onze organisatie werken zo'n 130 collega's. En uiteindelijk doe je het wel samen. Dus niet alleen door te kijken naar waar ben ik zelf mee aan de slag, maar door te kijken waar hebben onze inwoners behoefte aan. Ja, en die zijn allemaal een beetje vertegenwoordigers van het volk uit Zundert en omstreken. Van al onze inwoners. Al onze inwoners. Okay. Ja. Maar ik zie hier prachtige schilderijen. Ja, zeker. Ja. Willem, wie heeft deze schilderijen gemaakt? Mieke van Zundert heeft dat mogen maken in opdracht van onze gemeenteraad. Ja. We hebben bij voorkeur ook uitgesproken een lokale kunstenaar gevraagd. En zij kwam daaruit naar voren. Ja, ze heeft dat prachtig gedaan. Hè? Hele frisse, eigentijdse kleuren die passen bij onze raadzaal. Ook in haar eigen kenmerkende stijl. Maar wel met die mooie Zundertse elementen, de boomkwekerij, de potplanten die we zien, de dahlia. Van Gogh zie ik enigszins ook terug in de stropdas. Ja, ja. Wat prachtig. Ja, ik wil ook Maxima van dichtbij even bekijken. Zeker. Wat is ze prachtig, hè? Prachtig weergegeven, toch? Ja, zeker. Dat ook echt de Van Gogh-jurk die Maxima ooit in het echt heeft gedragen, heeft ze proberen hem verwerken in het schilderij. Ja. De dahlia in de hand. Goed, Joyce, het prachtige raadzaal hebben jullie, hè? En, waar neem je ons nu dadelijk mee naartoe? Ik neem jullie heel graag mee naar de tapuiten hier in Zundert. Een straat waar de inwoners zelf het groenonderhoud hebben georganiseerd. We lopen uit het gemeentehuis langs het prachtige bronzen beeld van natuurlijk het Zundertse Corso-meisje. Veel bezoekers van het gemeentehuis weten vast niet dat ze over het gelaat van Vincent lopen voordat ze het gemeentehuis binnengaan. Ja, dit,
pleintje is ingericht door de bewoners zelf op de wijze zoals zij dat zelf zien. Dus zij hebben mee mogen denken in de speeltoestellen die hier staan. Zij doen het groen onderhoud, zij nemen echt het heft zelf in handen. Oké, en dat doen ze helemaal onderhouden zelf, de hecht knippen ze zelf. En, ja. Daar hebben we samen met hun de afspraken over gemaakt. Zij zeggen wij kunnen eigenlijk beter zelf zien hoe wij ons pleintje graag ingericht zien, hoe we het graag onderhouden, zodat het netjes blijft. Ja. Ja, en wie zijn wij dan als gemeente om te zeggen van wij kunnen dat beter? Ja, en past dat ook wel bij jou dat je dan de regie uit handen geeft of niet? Ik kan op sommige vlakken misschien moeilijk loslaten, maar op dit vlak zeker. Omdat ik denk, ja, uiteindelijk, ja, zij wonen hier aan het pleintje, zij denken na over hoe ze het zelf graag ingericht zien. En ja, dat past wel bij mij. Ik geef inwoners graag de kans om dingen anders te doen. Ik denk dat we samen echt Zundert veel mooier kunnen maken en beter. Ja. Nou, je zei net dat je een stukje regie loslaat, dat dat soms best wel moeilijk is voor jou. Maar wat voor eigenschappen moet nou een vrouw hebben om burgemeester te worden? Wat eigenschappen? Wat een moeilijke vraag wel om te stellen. Want ik ben heel veel bezig inderdaad met met het beste voor Zundert. En dan sta je soms wellicht weinig stil bij wat betekent dat voor wat het van mij vraagt. Ik denk dat je vooral ook heel nieuwsgierig moet willen zijn. Tenminste, ik probeer dat wel oprecht te luisteren naar het verhaal van anderen. Maar ook wel verbinden. Het is niet vanzelfsprekend dat wij altijd in staat zijn, ook als gemeente, om over onze eigen grenzen heen te denken. Te kijken van welke regelgeving zijn wij ook in staat om los te laten, om inwoners de kans te geven iets moois te realiseren. En maar ik merk dat je dus steeds een beetje naar het formele stukje gaat. Ja. Maar wat voor eigenschappen moet je nou als persoon hebben om een goede burgemeester te zijn? Ja, ik hoop dat ik inderdaad goed kan luisteren, belangstellend ben, betrokken ben bij onze inwoners. Maar je moet toch ook wel een beetje stalen zenuwen hebben af en toe? Zeker, maar ik wil ook geen teflon burgemeester zijn. Nee, ik wil ook een teflon burgemeester. Dat alles van mijn rug af glijdt, dingen mogen mij ook raken. En dat mogen inwoners best weten. Niet alles is vanzelfsprekend. Nee. Er zijn best dingen die in onze gemeente gebeuren die mij echt aan het hart gaan. Die mij raken. Maar daar gelijkertijd wel op een weloverwogen wijze mee om kunnen gaan. Zelfbewust en ook richting bepalen en daaraan vasthouden. Ja, want dat had jij als jong meisje ook al de neiging van ik ga de politiek in en ik helemaal ga burgemeester niet worden? Nee, dat is in de loop der jaren zo gegroeid. Ik ben opgeleid als maatschappelijk werker. Hier dichtbij in Breda. Ook aan de slag geweest als maatschappelijk werker in Zeeuws-Vlaanderen. En gaandeweg hoor je dan toch de verhalen van cliënten aan wie ik begeleiding bood. Hoe soms wet en regelgeving toch in de weg staat. En daar komt bij mij wel de drijfveer vandaan om iets te willen te willen veranderen. Of te willen veranderen. Ja. Zodat ze meer kwaliteit van leven krijgt of zo. Ja. Och, leuk. Ja. Maar jij komt dus... Nee, jouw moeder was Vlaamse en jouw vader is Zeeuw, toch? Mijn vader is Zeeuw. En hoe combineert zich dat nu in jou? Want je hebt dus de Zeeuwen en de Vlamingen. Dat zijn wel twee verschillende uitersten. Ik zeg altijd, ik ken het beste van beide werelden. De Bourgondische Vlaanderen en de nuchtere Zeeuw, die toch ook wel stressbestendig is. Maar met enige nuchterheid ook dingen tegemoet treedt. En volgens mij komt dat hier in Zundert ook samen. De schouders eronder. In Zundert, kijk waar we hier staan, weet men van aanpakken. En gelijkertijd met ons Vlaamse achterland, onze Vlaamse buren, waar we ook gewoon hele goede warme contacten mee hebben. Ja, en is dat nu merkbaar, zeg maar, in de cultuur van Zundert, dat die mix er is? Dat Vlaamse stukje, dat ook... Men geniet hier in Zundert wel van het leven. Men weet heel veel mooie evenementen te organiseren. Ja. Ik ben als burgemeester creatief, ontzettend trots op. Hè? Als ik kijk wat er hier ieder weekend, iedere week nu te beleven is. Elke dag is er wel iets te doen. Ja, ik wil dat als burgemeester en als gemeente willen wij dat ook alleen maar faciliteren en mogelijk maken. Maar wel met de gezonde dosis nuchterheid die daar ook weer bij hoort. Ja, want we zagen het in de krant. Hè. Je bent getrouwd met jouw grote liefde Judith. Ja. En wat voor eigenschappen moet nou een partner hebben om naast een burgemeester het vol te kunnen houden? Dat is een goede vraag. Judith komt ook uit Zeeland en ik denk dat zij ook de nuchterheid wel in zich heeft om lekker bij zichzelf te blijven. Ik zeg altijd, ik ben burgemeester hier in Zundert. Maar zij heeft ook haar eigen leven, zij heeft een baan, zij werkt hier inmiddels ook in Brabant. En zij heeft ook de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en haar eigen pad te volgen.
En ja, die nuchterheid is wel nodig. Ja, want ik kan me voorstellen ook, hè, 's avonds, hè, jullie werk is 's avonds ook niet klaar. Hè? Nee. Dus het vraagt ook wel iets, denk ik, van je partner om het allemaal maar te pikken, toch? Dat je weer weg moet of dat je weer een vergadering hebt. Of... Zeker. Ja, het vraagt veel flexibiliteit van haar. Hè? Onze weekenden richten we daar ook wel omheen in. Maar ook dat is mooi. Hè? We gaan ook soms samen op pad. Zien wat er hier allemaal in de gemeente te beleven is. Okay, daar geniet daar zij ook mee. Van. Ja, ja. Als zij in de gelegenheid is en gaat ze zeker mee. Ja. Maar ook af en toe tijd voor ons samen. Want als burgemeester hou je het ook alleen maar vol als je het samen goed hebt thuis. Dat is waar. Kijk, en we zagen heel veel mooie foto's. Hè? Ja. Ja. Voelt het nu anders nu je getrouwd bent? Ik zit nog in de laatste dagen van onze witte broodsweken. Maar dan staan we hier te filmen. Hoe kan dat? Ja. Nee, het is gewoon een hele mooie dag geweest om onze liefde te vieren en dat met een huwelijk te mogen bezegelen. Maar we zijn nog steeds even gelukkig met elkaar. En het is gewoon een hele mooie dag geweest waar we, denk ik, jarenlang met heel veel plezier op terug gaan kijken. Maar hoe reageerde Zunder op jou? Op jou als... Ja, ja, op het feit dat ik samen ben met Judith. Vrouw. Ja, nee, ja, juist heel open. We hebben daar eigenlijk nooit reacties op gehad. We zijn ook dicht bij onszelf gebleven. Judith is degene van wie ik hou. Leuk. En Zundert heeft dat eigenlijk alleen maar heel warm ontvangen. En wij zijn daar wel geleidelijk mee omgegaan. Hè? Dus niet vanaf het begin af aan was bekend dat ik samen was met Judith. Ja, we hebben daar in de loop van de afgelopen 3 jaar ons pad in bewandeld. Och, wat leuk. Ja, en het is ons thuis. Ja. Ook in Zundert mag een regenboogzebrapad zeker niet ontbreken. Op initiatief van de kinderraad werd dit aangelegd. De kinderen hebben ook een prachtig logo ontworpen. We staan hier nu bij een bijzonder zebrapad. Vertel eens, Joyce. Ja, daar ben ik wel trots op. We hebben sinds de afgelopen jaren voor het eerst een kinderraad in onze gemeente gehad. Een vertegenwoordiging van alle kinderen in de gemeente Zundert en onze eerste kinderburgemeester. En een van hun eerste ideeën was om een regenboogzebrapad bij ons in de gemeente. Dat kwam van hunzelf? Dat was vanuit hunzelf. En hoe mooi is het leuk. Dan? Ja. Juist omdat iedereen erbij hoort. Iedereen, hoe speciaal je ook bent, iedereen is even bijzonder. Ze hebben dat ook op een bord wat ze zelf ontwikkeld hebben erbij geplaatst. En daardoor ligt hier nu in Zundert het eerste regenboogzebrapad binnen onze gemeente. En je gaat wel lukken. Zeker. Joyce, waar gaan we nu naartoe? Ja, we gaan nu naar de brandweerkazerne in Zundert. Ja? Die is een aantal jaren geleden geopend. Ja, en voor mij een belangrijke plek ook als het gaat over veiligheid in onze gemeente. Want daar speelt voor mij natuurlijk ook een hoop als burgemeester zijn. Ja, zeker. Oké. Ja. Ja, zeker. En die, zou ik die passen? Dan staat je goed. Ja. Ze zoeken nog altijd brandweervrouwen. Brandweervrouwen? Zeker hoor. Nee, en vrijwillige brandweerlieden. Oh, maar ik denk dat ik daar te gevoelig voor ben, want ik vind brand toch wel niet heel heftig. Oh, zeker, ja. Je kan van alles tegenkomen natuurlijk. Ja. Het is gewoon heel bijzonder dat onze brandweer gedragen wordt door vrijwilligers die altijd paraat zijn. Ja, want waarom zitten we hier, Joyce? Ja, als burgemeester ben ik ook verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de gemeente. Ja. En de brandweer is daar natuurlijk een van de hulpdiensten die daar een belangrijke rol in vervult. Maar ook politie, onze buurtpreventie en tal van andere inwoners die zich inzetten voor een veilige gemeente Zundert. Ja, en ook als burgemeester kom je dan soms dingen op je pad tegen die je ook wel raken, maar die ook wel besluitvorming vragen. Ja. Goh, maar je zei net hè, van dat er ook wel soms heftige beslissingen of heftige gebeurtenissen zijn. Maar wat heeft het in het afgelopen 3 jaar, wat heeft jou het meest geraakt? En wat bracht je dan uit balans? Ja, er zijn wel verschillende dingen die mij geraakt hebben. We hebben een babytje gevonden in Wernuitsburg. Echt waar? Overleden, door geweld om het leven gebracht. Ja, dat raakt iedereen. Mij ook. Iedereen. En mij ook. Wat afschuwelijk, En dat houdt mij dan ook wel bezig. En zijn er dan ooit dingen in jouw leven gebeurd, van persoonlijke bedreigingen? Of? Ik heb me nooit onveilig gevoeld, maar er zijn wel periodes geweest dat ik alerter ben. En ik denk ook dat van belang is om je daarvan bewust te zijn. Uiteindelijk gaat mijn veiligheid en die van de mensen die mij dierbaar zijn, dat is ook heel belangrijk. Ja. Dus daar bewust mee omgaan is niet verkeerd, maar ik wil me ook niet onveilig opsluiten, voelen en opsluiten. Nee. Ik wil ook vrij zijn om op de fiets naar het
raadhuis te gaan of in de gemeente Zundert op pad te zijn. Ja, ja. En dat is gelukkig, heb ik me daar altijd voldoende vrij in gevoeld om dat te kunnen doen. Ja, want het is wel, denk ik, als je jezelf dat moet... Kijk, een gewone burger hoeft er niet zo over na te denken, maar ja, wel. Nou ja, ik neem soms ook wel eens beslissingen waar mensen niet blij van worden. En toch vind ik het belangrijk dat ik die beslissing kan nemen. En ik kan me best voorstellen dat we het soms oneens zijn met elkaar. Maar ga dan het gesprek aan. Uit machteloosheid zie je helaas soms dat de inwoners of anderen ook van buiten onze gemeente, andere personen ervoor kiezen om op een andere wijze hun ongenoegen te uiten. Ja. Nee, en dan ga ik wel het gesprek aan. Dat er wel grenzen aan zitten. Ja. En dat geldt ook voor onze raadsleden, onze collegeleden, de wethouders. Ik vind het belangrijk dat iemand die een bestuurlijke rol vervult, en eigenlijk iedereen in onze gemeente, recht heeft om zich vrij uit te spreken. Maar doe dat wel in een goede dialoog met elkaar. En je mag het soms oneens zijn. Ja. We hoeven het niet altijd eens te zijn. Je hebt zelf niet het idee dat je daardoor persoonlijk minder vrijheid hebt? Nee, zeker niet. Nee. Oké, dan jij zei net iets van een lekker iets drinken, dus we mogen in de kantine van de brandweer even iets drinken. Ja, we kunnen in de kantine wel vast wel wat te drinken pakken. Oké, heel fijn. Op deze snikhete dag in juli is een koel drankje wel meer dan welkom. We zijn dan ook zeer vereerd dat we gebruik mogen maken van de kantine van de brandweer. Joyce neemt mij mee naar de plek waar ze vaak met Judith tot rust komt. De Pannenhoef. We lopen langs een vaartje waar vroeger turf werd vervoerd. In dit gebied is wel tot 3 meter turf afgegraven. Bos, vennen en bloemrijke weilanden typeren dit prachtige natuurgebied, wat wel 700 hectare groot is. Je kunt hier wandelen, of gewoon even zitten, of lekker fietsen. Ik ben zelf een kleindochter van een Vlaamse burgemeester. Hè? En mijn neef is ook al heel wat jaren burgemeester in Merksvlas. Maar in België worden ze dus verkozen. Zeker, ja. Hoe vind jij dat? Ja, het is natuurlijk een gesprek wat in Nederland af en toe ook gevoerd wordt. Moet een burgemeester gekozen worden? Gelijkertijd heeft de Nederlandse burgemeester andere taken dan de Vlaamse burgemeester. Ik denk als je verkozen wordt, dan wil je als burgemeester ook een politieke agenda hebben. Eigen kleur kunnen bepalen. Ja. Als burgemeester in Nederland heb je heel veel bevoegdheden op het gebied van veiligheid bijvoorbeeld. En die wil je eigenlijk zonder last of ruggespraak ook kunnen uitvoeren. Ja. En denk jij dat je een type vrouw bent die verkozen zou kunnen worden in Zundert? Ik hoop dat ik als burgemeester, dat iedereen mij als burgemeester waardeert in Zundert. Maar ik heb niet het doel om daarin verkozen te zijn. Nee. Ik vind juist de aanstellingswijze in Nederland, waarin je eigenlijk indirect verkozen bent. Dus uiteindelijk ben je als burgemeester wel door de gemeenteraad verkozen. Ja. Een hele mooie. En waar ik toch mijn onafhankelijkheid en de bevoegdheden die ik ook heb wel kan blijven dragen. Ja, want het is meer een vorm van een sollicitatiegesprek dat je hebt hier. Hè? Zeker. In vergelijking met de Vlaamse burgemeesters, die moeten zorgen dat ze heel dicht bij het volk staan of ze worden niet terug verkozen. Nee, en gelijkertijd zie ik het ook als mijn opgave om heel dicht bij de inwoners in Zundert te staan, om betrokken te zijn. Ja. Ik wil weten wat er bij hun leeft, wat hun bezighoudt, maar ook wat ik daar weer als burgemeester van kan leren of meenemen naar het gemeentehuis. Okay. Van, hoe kunnen we de dingen ook anders en nog beter doen? Goed, Joyce, ik heb een aantal tegenstellingen voor jou. Ajax of Feyenoord? Ja. Ajax of Feyenoord? Vroeger Ajax. Vroeger Ajax? Ja, en waarom nou niet meer? Nee, ik volg voetbal niet actief, behalve als Nederland speelt. Dan vind ik het heel leuk om te volgen. Maar op dit moment geen tijd meer om de voetbal te volgen. En Moesje Boys, VV Zundert, VV Rijsbergen natuurlijk, de lokale voetballers, is dan leuk om te volgen. Oké. Maar vroeger ging ik inderdaad naar de bank toe die sponsor was. En dan stuurde ik kaarten naar de bekende voetballers. En dan kregen we op de basisschool altijd berichtjes terug. Dus, wat leuk. Een oud studiegenoot of klasgenoot moet ik zeggen. Op de basisschool werk ik nu bij
Ajax. Oh, dus die binding dus daarom is nog wel een beetje. Daarom had je een beetje van Ajax. Frans Bauer of de Rolling Stones? toch de Rolling Stones. Dan, in mijn playlist op Spotify staan wel een paar nummers van de Rolling Stones. Oké. Okay. Ja. Van Gogh of Picasso? Van Gogh, absoluut Van Gogh. Maar ja, omdat je in Zundert woont? Of? Nee, ik heb de kunstrichting ook op de middelbare school gevolgd. En toen zijn we ook in Parijs op bezoek geweest bij musea van Picasso. En ook van Gogh verschillende kunstwerken mogen zien. En ja, de stijl spreekt mij ook wel heel erg aan. Ja. Oké. Okay. Zierikzee of Zundert? Zundert. Ja. Oh, dat komt er ineens uit. Ja, dat absoluut. Komt er wel echt ineens uit. Zierikzee is wel Zeeland waar mijn roots liggen. Maar ja, toch wel een ander gebied van Zeeland dan wat meer met Zundert overeenkomt dan Zierikzee. Okay. En Zundert is ons thuis geworden. Dat is echt ons thuis, absoluut. Ja. En benoemen of verkiezen? Benoemen. Benoemen. Ja. Oké, dankjewel. Ja. Joyce, heel erg bijzonder dat ik een middag met jou heb mogen doorbrengen in dit prachtige omgeving, deze prachtige omgeving. Mag ik jou 3 zoenen geven? Dat mag, zeker. Nou, dankjewel. Greet. Fijn dat je op bezoek was in de mooie Zundert. Ja, ik vond het echt heel erg fijn om te mogen. En een voorrecht om met jou op pad te mogen. Nou, eens gelijks. Dank jullie wel. Oké.